Dames en heren, goedenavond en welkom bij het spannendste darttoernooi van Nederland. Vier enthousiaste dartamateurs gaan vandaag tegen elkaar opnemen om die ene felbegeerde plek naar de top. Wat dat inhoudt, dat weet ik zelf ook niet. Want vandaag spelen we twee halve finales en één finale. Dus laten we gelijk de eerste halve finalist maar introduceren. Hier is hij, de Swoonie Robin Reiter! Ik ben Rob en ik wil gewoon professioneel darter worden, want eigenlijk is er gewoon niks gezelligers dan met z'n allen zo in een café lekker een beetje darten, toch? Ja, weet je, dubbels, trippels, maakt mij helemaal niet uit, als het maar lekker koud is. Er zijn dus van die mensen die zeggen dat je niet kan darten met een biertje, maar ik heb nog nooit iemand met twee handen zien gooien, hoor. Ik weet niet wat jij doet, maar slaat nergens op. Ja, weet je wat het is? De meeste van mijn collega's die komen het liefst uit met tops, maar ik vind helemaal niks, hoor. Doe mij maar lekker dubbel drie, anders ken ik er niet bij. Ik heb wel eens dat ik in het buitenland word uitgelachen door mijn slechte Engels, maar ik heb geoefend. Dus tegenwoordig als je zegt, hello, my name is Robbie from the Dick. Nou, soms behoorlijk van te kijken, kan ik je vertellen. Voordat jouw tegenstander geïntroduceerd wordt, Robbie, wil ik de kijkers even vragen om te abonneren op dit kanaal. Het is trouwens smooth Robberreden. Voordat we de tegenstander van Robbie in deze spannende halve finale gaan zien, wil ik de kijkers nog even vragen om te abonneren voor meer hutserige content als dit. Ben je er klaar voor om te zien tegen wie jij moet gaan opnemen? Ja, meneer Smoot, meneer Smoot Robberreden. Yes. De tegenstander van vandaag is niemand minder dan Milo de Rainmaster. Weet je wat ik wil? Een lamplas krokodil. Ik ben Milo, ik wil graag profdarter worden en ik sta een beetje bekend als een speler die in extreme weersomstandigheden altijd hetzelfde presteert. Kou, zonnetje, nou, regen, maakt me helemaal niet uit, ik speel altijd slecht. Mijn grootste voorbeelden in het darten, sowieso wel Barney, Van Gerwen, Jaap Stam, John Heitinga, Humberto Tan, Esteban Cambiasso, Arjen Robben. Ja, ze zeggen altijd 3x20 is 60. Nou, wat mij betreft is 2x12 ook gewoon meerderjarig, dus ja, pakken we die ook gewoon mee. Ja, er is trouwens nog een reden waarom ze mij de man van de weersomstandigheden noemen. Die walk-on girls, jongen, kletsnap. We spelen vandaag één leg van 301 punten. Dus degene die het eerste bij 0 is, vanaf 301 punten, die wint. Maar je mag natuurlijk alleen uitgooien met een dubbel op het laatst. En gooi je onder 0, dan is je worp ongeldig. Degene die zometeen mag beginnen, is degene die zijn eerste pijl het dichtst bij de boel gooit. Gooi jij maar als eerst. Maar hij heeft veel langer aan, hij kan er zo inprikken. Ja, hij kan erin prikken in principe, maar goed, dat hoeft ook niet alles te zijn. Zo! Hallo! Hallo, hallo! Come on. En daarmee mag Rob beginnen. Dat is een extreem voordeel voor de kleine grote superster van vandaag. Oh, huts. Hey, maar schijt, het bot dan niet recht. Anders zaten ze allemaal zeker niet in de 20. Wil je gedisqualificeerd worden misschien? Dikzak? Ah. 11. Oh, shit. Oh, shit. Ongeldig, hij stond met zijn voeten op de streep. Milo, ik heb slecht nieuws. Je stond met die grote schoenen echt bij far over de streep. Ja, maar ik heb geen ruimte daarachter. Dat is jouw probleem, deze worp telt niet. De hele worp telt niet. Ja, of je hele leg telt niet, maar dat is in principe hetzelfde. Let op, Milo, zo moet het in met dat voetje. Hoppa, come on! Dit is goed gekeurd? Dit is goed gekeurd, ja. Hey! Hey, lekker, nog 300. Hey. Ah, ja, 26. Ik heb nog geen finish. Kut. Oh, finish spot was de bled misschien. Hey, dit is goed hoor. Oh. 60 is ons 180, zeg maar. Als je drie keer de enkele 20 raakt, zijn we al tevreden. Goed. Oh, goed hoor. Goed. Wanker. Ja, goed. 21 voor Milo. Dit gaat niet goed, Milo. Je staat echt achter. Ik ga even triple 19. Doet Van Gerwen ook altijd. Dames en heren, als ik hierin praat, echt wat het als een malle ineens, horen jullie dat? 125. Wat een kutdarter ben jij, zeg. Hey, maar het is jouw weersomstandigheid, hè? Zullen we anders even het dak open doen, dat hier regent? Niet praten tijdens mijn woord, hè? Dat zijn we precies goed op, hè? Precies goed. Nee, deze zie je voor de ene keer op de weer. Ik vind het precies goed, man. Als je met zulke afleiding moet winnen, echt. 186, Rob, dat kun je net nog niet uitgooien. Maar dit gaat de goede kant op. Moet de finish overlaten. Oh, 2. En 3! 4! Triple 1! Beste woord van de dag! Als jij een lekkere 32 punten gooit, sta je weer gelijk met ons erop. En dan ga je op naar je eerste breakpoint van de dag. Zo! 38 al! Zo! Als je nu niet 26 punten of iets gooit, dan ga je helemaal de Biedenbrug in. Op. Uit. Zo. 52 voor Rob, dus hij heeft je bij deze weer ingehaald. Maar heb ik al een finish, daar gaat het om. Je hebt geen finish. Oh. Jawel, man. Triple 20, triple 20, dubbel 18. Je hebt triple 20, dubbel 18. Oké, is goed. Oké, dan gaat hij voor de triple 20. Triple 20. Twee keer triple 20, dan ben je er bijna. Stel, ik word twee keer triple 20 en ik mis de dubbel 18. Hoe lang gaan we dit blijven doen? Milo, je voet. Ja, gedisqualificeerd. Goed prank. Oh, dubbel 20. Oh. Dames en heren, waarom wordt er niet gejuicht? 26, Rob. Dubbel 13. 26. Ik moet het niet mezelf nu kapot gooien, want dat zou heel zonde van de punten zijn. Dubbel 13, Rob. Enkele 13. Dat betekent dat je hem niet meer uit kan gooien. Misschien zou ik het pijltje gewoon naast het bord rammen als ik jou was.
Ah. Dat is 15. 8 over. Double 4. Dames en heren. Oeh. Ah, weer 3 match starts. Oeh. Dubbel 2. Dat scheelt zo weinig dit. Dubbel 2. Ai. Mag ik ook enkele 13? Ja, dan heb je alleen niks. Als het lukt, is het fucking mooi. Er zit erin, of niet? Dubbel 5. Wat zit dat? Maar hoe zit die ooit in een 3? Ik ben SG. Oké. Wat gaat er nu door je heen? Bloed. Uitstekend antwoord. Ja! Ja! Daar weer de rainbow! Op naar de tweede halve finale, mensen. Ja, de eerste finalist van vandaag is bekend. Het is Milo de Rainmaster geworden. Laten we snel gaan kijken wie zijn tegenstander wordt in deze finale. De tweede halve finalist, nummer 1. Het is de Trilla Mangiaro! Ik ben Raoul en ik wil de eerste profdarter worden met Parkinson. Ik heb helemaal geen Parkinson, maar gewoon een vibrator in mijn reet. Mijn carrière gaat een beetje met pieken en dalen. Soms belanden mijn pijlen overal in het bord, soms raak ik het bord helemaal niet. De Kilimanjaro is een van de grootste bergen ter wereld. Een bergbeklim is voor mij net als darten, ik heb er ook geen zin in. En jouw tegenstander van vandaag, meneer Raoul de Boomer, de Trilimanjaro, is niemand minder dan de Red Rookie! Mijn naam is Koen. Ik ben eigenlijk professioneel schaker, maar dat ging laatst niet zo goed. Toen dacht ik van, ik ga darten, want dat is ook een denksport. Twee tegenstanders die door middel van op vakjes hier en daar elkaar de baas proberen te zijn. Er is in mijn wereld niks mooier dan dat. Met welke schaatser ik mezelf het meest zou vergelijken, is toch wel de dame. Ik heb namelijk zelf ook een kutje. Jongens, jullie kennen de regels. Wit begint en zwart wint. En degene die mag beginnen is degene die me dichtst bij de boel gooit. Triple 2. Ja. Ja, en daarmee mag Roel beginnen. Veel succes, Roel. Zo! Oh. Hallo zeg! Hallo zeg! Ah, zonde. Wat? We zien hier een hele bijzondere darttechniek, nog niet eerder vertoond op het hoge podium. Maar als ze in de goede vakjes belanden, dan is het uiteindelijk gewoon helemaal je eigen keuze. 10. In totaal 10, met 2 pijlen in de 1. Dat is toch netjes gedaan door onze Red Rookie. Ik heb eerder Red Rookie te weinig tijd neemt over zijn zetten. Dat doet hier de Trilla Mangiaro net wat meer. Hij die gooit voor de lol weer in de triple 12. Godverdomme, hoe een kutspel. Doe met me dan. Ah! Je gooit alle kanten op. Wat is dit? Is iemand hier wel eens zo ver gekomen dat hij een dakpaal in zijn kont heeft gestopt of dat niet? Een dak? Oh, hallo. Dit is een trill was dit. Dit is 17. Oeh. Dat weet ik, dat is mooi. Nu heb ik een referentiekader. Ja, eikpunt. Op is de concentratie hier dan. Zo. 1. 2. En 3. Yeah. Jij gooit vanuit je elleboog. Wat doe jij? Voor mij moet je juist vanuit je elleboog gooien. Oeh. Een floater. 24. Oh. En dat is 5. Oeh, 25. En jij kan uit met triple 20, triple 17 en boel. Triple 20. Helaas. Ja. 4. Nou. Dat is een triple. Ah. Oh, zonde. Roel, triple 20, 17 en dubbel 16. En je bent uit. Oh. Nou. Zo. 20. Oeh. Triple 20 eerst. Ja, triple 20 eerst. Ah. 1. Nou. Ja. Nou, nee, 33, nee. Is 34. Nee, zit er niet in. Zit hij niet in de triple? Oh. Ja, even, ik ben echt zo blind als een koe, jongen. Dat is echt niet normaal. Die zit heel interessant in het bord. Oh. Ah, is wel uit de buurt. En nu nog? En nu gaat het niet meer lukken. Oh. Jawel, triple 20. Oh, tops, ja, tops, ja, tops, ja, tops. Je hebt wel 50 punten. 70 punten, dagrecord. Dagrecord. Dubbel 8. Ah. Ah. Helaas, maar dat is ook niet goed. Je bent nog niet gebust, dus dat is goed. Dat is dus minder. Hey. Kut, gebust. A few inches later. Allerlei dames en heren op dubbel 1. Maar wat zijn we met deze? Ja! Ja! En daarmee, dames en heren, is de finale bekend. De Rainmaster tegen de Red Rookie. Daar staan we dan voor de finale. Heb je al eens eerder een finale gehad met iets? Waarom gaat hij niet? Dit is denk ik psychologische oorlogsvoering. Moet hij weten, ik heb net aan die halve finale zitten kijken. Voordat we de finale gaan spelen, die wederom bij 301 punten bestaat, staan jullie open voor een klein tandje? En dan? Shotje. Nee, die rijden ze. Vooruit dan maar. Ja. Wie wilde beginnen met de boelen? Ik ga even een slokje. Ja, hij is nog even een slokje aan het nemen. Dames en heren, dit is darten ten voeten uit. Hè. Laten we even eerlijk zijn. Jammer. Oh! Dit is een zenuwslopende finale aan het worden. Dat zien we hier gelijk al, dames en heren.
Met een heel zwak begin dat we niet gewend zijn van de Ringmaster. Schaken met een koude hand is onmogelijk, maar darten met een koude hand. De eerste triple van de finale is inderdaad binnen. Wat een bloeiende beweging is dit, zeg. En daarmee neemt de Red Rookie toch in het begin van deze finale een kleine voorsprong op zijn concurrent. Jongens, wat gaan jullie doen als jullie de finale winnen? Je spel analyseren? Terugkijken. Betere opening misschien? Misschien een betere opening. Misschien toch triple 20 mee beginnen? 24. 12. 12? Je hebt toch 7 en 5? Oeh! Is het toch? Ah nee. Het is hem niet. Ja, dat is hem wel. Ja, dat is wel hoor. Want we willen meer emoties zien, dames en heren. Come on, de zaal. 120! Dat is dan wel weer jammer. Maar met deze beurt kan Milo officieel de volgende keer finishen. Nou, dat is spannend hoor. It's raining man! Hallo! 6 en daarmee hopla, 26. Milo, ik heb gelogen, je kan toch nog niet uit. Ah, prima, van een goede scheidsrechter. Wist je dat Fischer net de Fischer werd genoemd omdat hij tijdens het darten zijn mond altijd open had? We gaan hier een hele interessante techniek zien bij Koen. Hij gaat de Fish namelijk proberen. De Fish. Ja! Uitstekend, triple 12. 39 en? Nou, 14. One eternity later. Ai. 37. Dat is een 3, dubbel 17, hè? Oh. Nou, die is net mis. Nou. Oh, 35. 11 dubbel 3. Een 4 voor wiskunde in de VWO 4. Je ziet het wel terug, dames en heren. Maak je school af. Dat klopt ook wel, maar dat duurde in dat eigenlijk akelig lang. Nou, 95. Godverhoeren! Hij zit nu in de klim op. Ah, 13. Mensen, de winnaar is bekend. Het is niet de Red Rookie, het was niet de Smooth Robber Raider, het was niet de Trilla Manjaro, het is de Rainbow! Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Like even, abonneer even. En wie weet zien we de volgende keer terug bij een of andere dikke mannensport. Tot ziens!